Wat er nodig is voor de transitie van fossiele energie naar duurzame energie is op eerste plaats een consistent beleid van de overheid, zowel op rijks, provinciaal als gemeentelijk niveau. Maar ook van bedrijven, burgers, dat ze richting geven aan hun eigen ambitie op dat gebied. Tweede is een goed draagvlak, vooral voor duurzame energie, windenergie, zonne-energie, maar ook bio-energie. Is het draagvlak essentieel, zowel bij de omgeving, maar ook bij de eindgebruiker. En het derde is een gezonde business case. We gaan alle drie de aspecten behandelen. Zowel de overheidsrandvoorwaarden, het beleid op dat gebied, omdat het heel bepalend is voor de investeringen die je zelf kunt doen. Draagvlak ook, hoe reageert de omgeving, met welke factoren moet je rekening houden. En het derde is een gezonde business case. Dus we rekenen een aantal business cases door voor verschillende technieken. Op deze manier krijgt de cursist een goed beeld van wat er voor nodig is om een duurzaam energieproject te realiseren. We proberen het vooral een hands-on cursus te laten zijn. Onvermijdelijk is het wel, zit er ook heel veel informatie in. Maar we proberen aan de hand van de eigen business case die je kunt uitwerken, maar ook door het inbrengen van je eigen case en voorbeelden, niet alleen de cursus wat levendiger te maken, maar ook interessant te maken voor degenen die hem volgen. De nieuwe technieken zijn met name technieken richting opslag, opslagsystemen. Dat is belangrijk. En het tweede is techniek op het gebied om energie te sturen. Vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het is namelijk zo dat de toepassing voor duurzame energie met name beter wordt als die beter is afgestemd op het verbruik. Het voordeel van duurzame energie is dat die gratis is. In ieder geval wind en zon schijnt en waait wanneer het hun uitkomt. Het nadeel daarvan is, omdat het niet te voorspellen is of minder goed te voorspellen is, dat het ook de inzet ...baarheid van die bronnen ook minder gunstig is. Wat er gaat veranderen de komende jaren, afgezien van het feit dat het heel lastig is te voorspellen, is dat we in ieder geval een ruime verdubbeling zullen zien van de productie van duurzame energie. Die is op dit moment ook voor 4% en die zal groeien naar zo'n 10% op het gebied van elektriciteit. Daar komt warmte nog bij. En wat we zullen zien is dat het ook veel meer bottom-up wordt georganiseerd. Dus de eindgebruiker zelf krijgt steeds meer mogelijkheden om zelf op te wekken, daar zelf een rol in te spelen en ook veel beter zijn vraag en het aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Nou, ik denk dat het belangrijkste is wat ze in de cursus leren, is dat ze de beelden vanuit de buitenwereld en alles wat in de kranten staat, dat je dat kunt scheiden van de feiten. Dat je op basis van feiten en op basis van een zakelijke benadering duurzame energie tot een succes kunt maken. Waarom is dat belangrijk? Omdat als je een case bouwt op basis van meningen in plaats van feiten, je nooit een succesvolle business zult kunnen realiseren. In de cursus proberen we dat vooral aan de hand van succesvolle voorbeelden te illustreren, waar je op moet letten, wat de belangrijkste elementen zijn die je in je eigen project moet meenemen en hoe je die kunt verwerken, zowel naar je directie toe, om het een steun te krijgen voor je project, maar ook naar de omgeving toe, om te kunnen laten zien dat je er niet alleen serieus mee bezig bent, maar dat het ook iets is wat maatschappelijk relevant is en past bij de omgeving waarin je opereert.